We gaan, hoe je dit zoals een rap zegt, een torrie zetten. Een rentenier op het strand met een moed in mijn hand. Schoonboef man, bang bang. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Gierige Gasten. Lieve kijkers, wij lopen ontzettend veel geld mis. De meeste YouTubers gaan tegenwoordig de muziek in, maken dikke rapplaten, zeggen Femke Louise, noemen supergaande en die verdienen het werk ook echt een goede knaak ermee. Dus wij hebben unaniem besloten, de Gierige Gasten gaan de hiphop in. We hebben alleen een groot probleem, we kunnen alle drie niet rappen. Ik wel. Nee, juist. Ja, ik zweer je. Jij kan niet rappen. Oké, jongens, aangezien wij zelf niet kunnen rappen, hebben we wel echt goede rappers nodig als het echt een goed nummer moet worden. Inderdaad, die beat, dat is het probleem niet. De vraag is, hoe krijg je de allerbeste rappers van dit moment op je plaat? Je speelt jongens zoals een Boef, een Hef, en dan heb je Donnie en Yo Silvio. Ja, die gasten die kosten gewoon een flinke duit. We moeten er eentje gaan blackmailen. Een kind ontvoeren. We kunnen gewoon beginnen met het gewoon vragen. We kunnen het lief vragen. We kunnen eerst de managers bellen, kijken hoe ze tegenover staan. Misschien zijn ze niet eens zo heel gek. En dan doen ze het gewoon mee. En wie zijn jullie precies? Wij zijn een Gierige Gasten. Wij hebben een YouTube kanaal. En ik vroeg me af of het mogelijk is om met Yo Silvio samen te werken. Ik denk niet dat hij dan meteen om staat te springen als hij nog niet echt iets kunnen laten horen wat jullie kunnen. En hoe zit het qua budget? We hebben eigenlijk geen budget. Oké, en hij heeft ook nog nooit een nummer gemaakt? Nee, dit zou ons eerste nummer worden. Oké, ja. Nee, dat gaat niet lukken, man. Oké, duidelijk, man. Dat weet ik genoeg. Oké. Yes, dankjewel. Doeg. Heel gek dit. Het gaat niet gebeuren, man. Dus we moeten echt een ander plan gaan verzinnen hiervoor. Conclusie! Niemand wil met ons samenwerken. Tenzij we echt met grof geld gaan smijten. Dat gaan we niet doen. Nee, daarom hebben we besloten, we gaan interviews met de rappers afnemen. En die quotes, die gooien we gewoon op een beat. Ja, dus met andere woorden, we gaan gewoon een nummer maken en de rappers hebben niet eens door dat ze meedoen. Jongens, wat is de eerstvolgende mogelijkheid dat we alle rappers bij elkaar hebben waar wij als interviewer langs de kant kunnen gaan staan? Je hebt binnenkort Excite Awards. Daar komen ze allemaal. Maar kunnen we daartussen gaan staan? Nou, ik heb nog nooit iemand langs de Roy Lopez zien staan met een quote 500-achtige microfoon. Dat bestaat maar, ook niet. Bestaat ook niet. Nee. Maar daar willen ze wel als mee. Als we staan, dan zou het zeker werken. En het past ook perfect bij onze raptekst. Want het gaat over geld, doekoe maken, het luxe leventje. Dit rijmt wel goed, Quote TV. Dan gaan we, als de quotes zijn, dan gaan we daar staan. Dan hebben we dus allemaal stellingen. En dan moeten we die stellingen ook nog eens op elkaar laten rijmen. Ja, maar die teksten hebben we nog niet. Dus ik zou zeggen, laten we eerst onze raptekst gaan maken. Luister, ik heb een line. Deze is voor Boefing. Je bent persoonlijke dingen aan het schrijven. Ja, precies. Nice. Ik heb een coach rijden voor Boefing. Laat ook maar. Hey, maar dit gaat goed komen. Ja, man. Ik zie onszelf wel wat zijn op de Excite Awards. We staan nu bij de lopen van de Excite Awards. RTL Boulevard zit hier, JJ Boskus is hier. En als het goed is, komen nog veel meer artiesten aan. Niels, we gaan, hoe je dit zoals een rap zegt, een torrie zetten. Oké, man. Yo, Aitje, mag ik iets aan jou vragen heel snel? Ja, ik ben hier namens Quote en we hebben een paar leuke stellingen. De eerste stelling is, ik heb 2 jaar lang dezelfde schoenen aan. Of, ik heb 100 Louboutins, maar kan mijn fetus niet strikken. Dus waar zou je voor kiezen in deze stelling? Geen Louboutins, want vind ik lelijke schoenen. Ik was mijn haar nooit met shampoo, lekker goedkoop. Of, ik was mijn haar met caviar, ja, boeit me geen fuck. Ik heb haar eindelijk op mijn hoofd, dus ik was mijn haar met caviar, dat boeit me geen fuck. Ik heb zo'n gevoel dat er iets met deze stellingen iets geknipt wordt. Ja. Dit kan niet zomaar Gierige Gasten zijn. Eentje voor de quote? Hey Boef. Hey, ik heb een paar stellingen voor je. En dan moet je eentje uit kiezen. Een goede pensioenregeling zou fijn zijn of ik wil een milli op mijn bank uit een ander land. Ik heb al een milli op mijn bank, maar die komt van Nederland, dus ik weet niet of dat telt. Dan maar geen geld en wel bitches. Of ik hoef niks van die wijven, ik ben op mijn money. Ik hoef niks van die wijven, ik ben op mijn motherfucking money. Fuck die bitches. En als rap niks wordt, dan is dat funny. Of, en als rap niks wordt, dan ben ik terug op mijn sunny. Als rap niks wordt, ben ik terug op mijn sunny, maar rap is mijn sunny, dus...
Altijd op je Sunny. Altijd op mijn Sunny. Thuis lekker goedkoop een theetje drinken of rentenieren op het strand met een Dom Pérignon in mijn hand. Rentenieren op het strand met een Moët in mijn hand. Schoon boef, man. Bang, bang. We hebben gewoon boef, ouwe. We hebben gewoon boef. We hebben gewoon boef. Nou, de Excite Awards was denk ik een groot succes. Groot succes. Ja. Boef, had je door die super gaande? Zeker wel. Ja, toffe artiesten. Ja. Maar ik vind toch wel dat er nog wel twee dikke artiesten bij mogen. Ben ik helemaal mee eens. En ik wil graag Rap Legend uit Scene Hef Bunny voorstellen. Hef Bunny. Hef Bunny, ja, ja man. En eerlijk is eerlijk. Ik heb al gebeld vanmiddag met zijn management. Ja. Ik heb gezegd dat ik als Quote TV natuurlijk weer een interview met hem af wil nemen. En dat kan vanavond al bij hem thuis in Hoogvliet. Oh, top. Ja, toch? Gaan we gewoon heen. Ja, staat. En ja. Dan weet ik dat Busy volgende week ook zijn nieuwe album dropt. Ja. Er komt een soort van pers release. Daar kunnen we bij zijn. Maar hij weet wel wie we zijn. Dus we kunnen niet namens Quote TV, maar dan gewoon een interviewtje random voor ons genomen. Hey, dat wil ik sowieso voorstellen. We hebben nu al die quotes en die teksten hebben we sowieso al. Mm-hmm. Laten we nu gewoon voor de freestyle gaan. We laten hun gewoon hun eigen shit zeggen en kijken wat we ervan kunnen maken. Juist. Ja, top. Ik denk dat je een goede FIFA-speler bent, klopt dat? Jammer genoeg wel, man. ik speel als ik niks te doen heb, ben ik meestal dat aan het doen, man. Ja, en geef je ook andere gasten uit te zien pakkie? Sowieso, man. Ik geef iedereen wel pakkies. John helaas nog pakkie gegeven. Gaat hij niet leuk vinden. Yourself, je ook echt altijd pakkies. Spank ook echt pakkies. Esco ook echt pakkies. Iedereen, man. Hey, ten slotte willen we het ook even over vrouwen hebben. Ja. Nou ja, vrouwen zijn gewoon belangrijk in het leven. Ja. Ben je meer een billenman of een borstenman? Ik ben meer een billenman. En wij willen altijd even een kleine ode dan hebben over de billen. Kan jij een kleine freestyle over billen geven? Ik kan normaal niet freestylen, maar dan proberen, man. Mijn naam is Hef Bundy en ik hou van billen. Ik ben een echte Antilliaan en je weet wat we willen. Lekker hoor. Oké, we staan nu in een zaal waar zometeen de persconferentie gaat plaatsvinden. Busy weet gewoon wie we zijn, dus het heeft geen zin om hier met een Quote 500 microfoon aan te komen. Dus we gaan gewoon zeggen dat we een paar vragen stellen over het album en over het leven als rapper zijn. Vijf minuten lenen. In de wc? Huh? In de wc? Ja. Kun je een beetje verdienen in Nederland met rappen? Kan je een beetje verdienen? Nou ja, ik onderhoud mijn gezin ervan. Zeker. Het is tegenwoordig wel een lucratieve business. Zo anno 2018. Ja man, ja. Ordinair monies pakken. Of hoe noemen ze dat? Stacks, heb ik gelezen. Weet je, als mensen genoeg stacks bieden, dan ben ik daar gewoon. Voor die stacks ben ik daar. Geef je het dan ook uit aan Michelinsterren, restaurants? Of? Ik hou wel van restaurants, maar nasi kip is wel meer mijn ding, weet je wel. Ik ga wel liever naar de Surinamer. Maar, weet je wel, ga naar Michelin, maar vergeet niet wie je bent. Man, nou, hartstikke bedankt. Geniet van het succes. Ja, thanks man. En dit is net hoe jij... Ja, dit is gewoon helemaal nat. Oh, echt? Ik ga nog wassen. Chill. Oké, we hebben alle quotes van de rappers die moeten hebben voor ons nummer. Maar nu moet er echt nog een track van worden gemaakt. Ja, daarom zijn we nu onderweg naar Hato. Hato die is een producer en die vond het project zo vet dat hij ons gratis en voor niets wil gaan helpen. Shout-out naar Hato. Dus ik wist niet dat ik dit ooit nog zou gaan zeggen, Joost. Maar laten we een nummer maken. We gaan een track maken. Dat gaan we hier doen. Yo! Lekker? Lekker man, welkom in de Red Bull Studio. We got it man, yes. Alle teksten van rappers. The Holy Grail. Maar nu maak is de vraag, er een hit van. Juist, kan jij die teksten zo knippen dat het gewoon echt goede verse worden van Aitje Donnie Boef, gewoon de rappers die relevant zijn? Dat zou wel moeten lukken. Ja? Ik denk het wel. Hebben jullie een idee van wat jullie ongeveer willen qua stijl, zeg maar? Ja, zeker wel. Een hitje. Een hitje. Een hitstijl. Maar ik ben benieuwd, ouwe, wat je van kan maken. We gaan ervoor. Ja, toch? Laten we aan de slag. Laten wij beginnen met de beat. Een soort duetje. Ja. Hebben ze juist het nummer 1 het opgenomen, jongens? Jezus. Hey, Hato, thanks je voor. Echt. Ja, echt bedankt. Ja, jullie bedankt. Ik had al een tijdje. Leuk. Was leuk. Ja, de trek is af. Hij is keihard geworden. Kudding. Nijtendik. Ja. Ja, jongens, het zou zomaar kunnen dat het deze zomer gewoon echt geboekt gaat.
gaan worden. Dat zou wat zijn, man. Dat zou leuk zijn. We. Ja, we? Wij. Zeker. Wij. Ik. Ik mag het weer gaan doen. Oh, jullie kunnen niet draaien. Jij denkt dat jij de enige bent die kan draaien. Nou, Niels. Komt-ie. Moet je eens even luisteren. Wij hebben DJ School Amsterdam benaderd. En die hebben ons, ja, mij en Joost, gewoon leren draaien in een best wel korte tijd. Dus, dat zijn vier linkerarmen. Ik heb een hartverzakking. Ik kan niet kunnen draaien. Oh, dit meen je. Aankomen. Dit wil je. Ja, serieus, DJ Amsterdam. Jullie zijn echt zieke bazen en als jij nou zit te kijken en jij wil ook leren draaien, dan moet je zeker bij hun gaan aankloppen. Ja, informatie staat in de bio. Namens mij ook heel erg bedankt DJ School Amsterdam. Als je deze gasten kan leren draaien, dan kan iedereen leren draaien. Hey, maar vrijdag komt de track uit met de hardste clip van dit jaar. Ja. Ga je checken. Het wordt echt heel vet. Fuck die bitches, gier ja, gasten. Man, fuck en die bitches. Bam bam. Gier gasten beeldscherm, man. Ik hoef niks van die wijven. Ik ben aan mijn motherfucking money. Money, money, money. Als rap niks wordt, ben ik terug op mijn sunny.